Voor het eerst sinds 12 jaar verslaat NEC Vitesse in de Gelderdoom. Met nog één wedstrijd te gaan, komt de bekerfinale nu echt in zicht. Het was op voorhand al een beladen wedstrijd, de Gelderse derby van afgelopen zondag in de Gelderdoom. NEC-supporters waren uit veiligheidsoverwegingen niet welkom en voor Vitesse stond er veel op het spel. NEC begon de wedstrijd niet heel sterk, maar wist uiteindelijk met 3-0 te winnen van de Arnhemmers. Het is daarmee ook voor het eerst sinds 2012 dat NEC wint in de Gelderdoom. Op onze redactie staat NEC-verslaggever Maries de Mant. Maries, heb je deze winst vooraf zien aankomen? Nou goed, als je naar de stand kijkt op de ranglijst, dan zou je denken, dan moet je als NEC daar makkelijk kunnen winnen. Maar het is altijd een lastige wedstrijd voor NEC uit in Arnhem. Je zei het net al, de laatste overwinning daar stamde uit 2012. Maar ja, toch was NEC wel verplicht eigenlijk een beetje om daar nu te winnen. En dat hebben ze gedaan. Wat betekent dit verlies nu voor Vitesse? Nou ja, Vitesse komt hier nog verder in de problemen en kan eigenlijk bijna niet meer de degradatie ontlopen. Zeker omdat concurrent gisteren Volendam ook nog eens een keer won, staan ze dus nu op die laatste plaats. Ja, en ze krijgen nog wel wat moeilijke tegenstanders. Dus het ziet er niet goed uit voor Vitesse. Bij terugkomst in de Goffert stonden veel supporters op de spelers te wachten. Jij was daar ook bij. Hoe was de sfeer daar? Ja, het was een waar volksfeest gewoon wat daar spontaan ontstond. Iedereen kwam vanuit de stad. Er waren dus geen uitsupporters mee, dus iedereen moest ergens anders gaan kijken. Iedereen ging richting de Goffert, verzamelde zich daar en wachtte daar de bus op. En de spelers die kwamen dus naar buiten om het onthaal mee te maken. En toen barstte het feest helemaal los. En kijk eventjes, zelfs trainer Rogier Meijer liet zich even gaan. Dat ziet er zeker gezellig uit. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met nooit meer naar Arnhem? Ja, dat nooit meer naar Arnhem, dat slaat natuurlijk op dat Vitesse zeer waarschijnlijk zal degraderen. En er dus geen Gelderse derby meer zal zijn. En dit dus de laatste is geweest voorlopig. Ja, en misschien wel voor altijd. Want het kan natuurlijk ook zijn dat Vitesse nog failliet verklaard wordt. En dan houdt het helemaal op. En trainer Rogier Meijer was sowieso blij. Want hij meldde ook nog eens een keer dat hij een goed gesprek heeft gehad met NEC. En zeer waarschijnlijk ook volgend jaar weer trainer zal zijn van de Nijmeegse club. Over 2 weken is de grote bekerfinale. In de tussentijd moet NEC alleen nog thuis tegen Zwolle spelen. Hoe gaan de komende 2 weken er verder uitzien voor de club? Nou, inderdaad, de focus zal deze week eerst liggen op PEC Zwolle. En vooral bij NEC gekeken worden naar de geblesseerde spelers. Er zijn er nog wel een aantal. Die willen ze natuurlijk klaarstomen voor die bekerfinale. Dus daar zal deze week naartoe gewerkt worden om mogelijk 1 en 2 spelers wat extra speelminuten te geven tegen PEC Zwolle. En zo langzamerhand richting die bekerfinale op 21 april te werken. Maries is vanavond om 9 uur uiteraard weer op de radio en tv te horen met de NEC Update Live. Afgelopen vrijdag openden officieel de deuren van het nieuwe gebouw van de basisschool De Dromedaris in Beuningen. Na een tijdje in noodlokalen aan de Oude Reekstraat te hebben gezeten, kunnen de leerlingen weer terug naar de oude locatie aan de Wolfsbossingel. Dit werd vrijdag gevierd met verschillende activiteiten. Nou, in groep 6 hadden we een wedstrijd, dan moest je de school nabouwen. En toen had ik samen met een vriendin had ik die wedstrijd gewonnen. En toen mochten wij samen de school met een gigantische schaar openknippen. Vandaag zijn er voor de kinderen zijn er spelletjes. Er is gesminkt, er is een loterij. Er is voor de buurt, voor de oud-leerlingen. Iedereen kan hier rondkijken, kan rondleidingen krijgen door kinderen van de school. Dus dat is het groot feest. Volgens directrice Monika Lumkes is samen leren een van de uitgangspunten van de Dromedaris.
dat nu in het nieuwe gebouw ook extra gestimuleerd wordt. We hebben een deel voor de groepen 1-2 met een eigen speelleerplein. Een deel voor de groepen 3 waar we nu staan met een eigen speelleerplein. En ook met een eigen ingang, elk gedeelte van het gebouw. Een deel voor de groepen 4-5, daar linksboven. En een gedeelte voor de groepen 6-8. Dus het is in delen waarbij je eigenlijk in de delen ontzettend veel rust hebt. En een hele fijne sfeer. Maar er ook echt samen gespeeld en geleerd kan worden. Ja, we hebben 2 leerpleinen voor groepen. Voor groep 5 en 4 en 3. En nog eentje voor groep 6, 7 en 8. En daar mag je werken als je heel goed in de klas aan het werk bent, mag je daarheen. Ja, er zijn allemaal nieuwe dingen bijgekomen. We hebben een podium erbij gekregen ook. We hebben ook nu een lift erin. We hebben ook nu meer verdiepingen. Eerst hadden we alleen een bibliotheek hadden wij boven, maar nu hebben we ook allemaal klassen boven. Na een tijdje in de noodlokalen gezeten te hebben, is er ook weer genoeg ruimte voor de leerlingen om buiten te kunnen spelen. De tijd in de noodlokalen was behoorlijk afzien. De akoestiek in de noodlokalen was helemaal niet fijn. En de tijd in de noodlokalen en dan ook nog 6 groepen hier bij de schoolwoningen. Ja, dat was echt geen fijne tijd. We hadden wel een voetbalveld van gras en dat was wel fijn. Maar het was wel vervelender dan de normale school. We hadden niet echt een goed buiten om te buiten spelen. Hadden we meer allemaal zand. En toen alles vooral weg moest, de tegels moesten weg. Toen lag alleen nog maar zand. Dus dat was wel een beetje vies. Een 28-jarige man uit Lent is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. In 2021 botste hij met hoge snelheid achterop een auto in een file op de A325 bij Elst. 3 inzittenden van die auto, een echtpaar van 75 en 76 jaar uit Duiven en hun 9-jarige kleindochter kwamen om het leven. Een ander kleinkind, een jongen van 8, raakte zwaar gewond. Vlak voor het ongeval was de man veelvuldig met zijn telefoon bezig en verstuurde hij meerdere WhatsApp-berichten. De rechtbank verwijt de man roekeloos rijgedrag. De voorwaardelijke zelfstraf is met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast krijgt de man een rijontzegging van 4 jaar. Ook moet hij de gevraagde immateriële schadevergoeding betalen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van €27.500. Het busstation in het centrum van Nijmegen wordt eindelijk gerepareerd. In juli 2022 reed een te hoge vrachtwagen met reclameborden voor de Vierdaagse de matrixborden boven de perrons stuk. De gehele constructie werd daarop verwijderd. Het bleek een hele klus te zijn om een nieuwe constructie te laten maken, waardoor het inmiddels al 1,5 jaar op zich heeft laten wachten. Maar het wachten is voorbij. Inmiddels is er een nieuwe stalen constructie boven de perrons geplaatst, waar de matrixborden met vertrektijden weer aan kunnen worden opgehangen. De gemeente Druten wil voor 800 woningen in Druten-West, Boldershof en de westkant van Oud-Druten een collectief warmtenet realiseren, met warmte uit rioolwater. De gemeente geeft met de plannen gehoor aan de opdracht van de overheid om voor 2030 het aantal gebouwen met een gasaansluiting terug te dringen. Volgens de gemeente is een warmtenet in Druten technisch en financieel haalbaar. Dat bleek uit een onderzoek dat door de gemeente de afgelopen tijd samen met een aantal andere partijen werd uitgevoerd. Nu er duidelijkheid is over de haalbaarheid, zal de gemeente bewoners bij het proces gaan betrekken. Afgelopen weekend vond Kom in de Kas plaats. Dit gratis evenement vindt jaarlijks plaats in meerdere locaties verspreid door heel Nederland. Het thema van deze 46e editie was groene liefde. Met specifiek groene liefde voor elkaar, de sector, de kweker en producten uit de kas. Het evenement biedt een unieke kijk op de innovatie en techniek die glastuinbouw groot maakt. Ik ben hier bij kwekerij Braam in Oosterhout en zij zijn vooral gespecialiseerd in pioenrozen. En hoe dat eraan toe gaat, wordt uitgelegd bij Kom in de Kas. Ja, we doen 1 keer in zoveel jaar mee met onze regio met Kom in de Kas. En dat is eigenlijk een landelijke bezoekdag voor kijkers en geïnteresseerden in de kassen samen. Ik verwacht ook wel een hoop mensen. We hadden vorig jaar 2000 bezoekers. En voor me vanmorgen was het hartstikke druk. Dus ik hoop dat ik dit jaar ook alweer 2000 bezoekers dat we kunnen krijgen. En ook al een stukje te laten zien wat de mensen eigenlijk ook niet kennen. Heel veel mensen denken dat het allemaal machinaal gaat, maar het is ook heel veel handarbeid eigenlijk wel. Dat kun je ook mooi uitleggen. Ze kunnen ook zien dat in de kas vaak warm is, dat ook wel afzien is eigenlijk om te snijden. En zo heb je eigenlijk ook, ja, je kan zien hoe je eigenlijk de gewassen teelt. Hoe je ze bespuit, zeg maar. We bespuiten met bladvoeding en zo. Hè. We doen heel veel met biologische bestrijding. Af en toe moet je ook eens een keer chemische bestrijding inzetten. En dat is wel een leuke om te laten zien eigenlijk bij komende kas. Maar wat is eigenlijk het geheim achter een goede pioenroos? Een topper is eigenlijk helemaal niet. Maar we proberen wel steeds meer soorten te zoeken die makkelijk openkomen.
En ook lang houdbaar zijn eigenlijk wel. En sommige mensen willen een roze, sommige willen witte en sommige rode. Dus we hebben ook eigenlijk alle kleuren staan van vroeg tot laat. Eigenlijk. Dus we hebben 20 verschillende soorten. Zodat de mensen eigenlijk van vroeg tot laat, toch die 7 weken lang eigenlijk pioenen kunnen kopen bij ons. Maar de mooiste pioenroos, dat is toch lastig kiezen? Mijn favoriete, ja. Ik vind eigenlijk alle pioenen wel mooi. Ik ben ook wel bloemenliefhebber. Ik vind alle pioenen eigenlijk wel mooi. Eén jaar is rood trend, het andere jaar is wit trend. Dan is roze weer trend. Dus dat is ook wel heel lastig. En daarom moet ik alle soorten hebben eigenlijk wel. Dus ik vind eigenlijk, de roze vind ik heel fris, maar ik vind dat nieuwe rood ook wel heel mooi eigenlijk wel. En ja, zo heb ik twee kleuren, twee hoor ik al. En je hebt enkele en je hebt dubbelbloemen. Ik vind eigenlijk alle bloemen eigenlijk wel mooi eigenlijk wel. Maar ik ben ook eigenlijk een bloemenman eigenlijk wel. Ik hou van bloemen. Liggend wegdromen op klassieke muziek onder een dekentje en dat in de Stevenskerk. Tijdens Misiel wordt de kerk omgetoverd tot een serene plek. En door de unieke combinatie van muziek en mindfulness komen bezoekers helemaal tot rust. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja, het is, de muziek komt, ja, doordat je op deze manier ernaar luistert, zo binnen, omdat je geen afleiding verder hebt. Echt prachtig, ja. Het zou mooi zijn als je eerst even in een soort stemming komt, waarin je ontspannen bent en even alle lijstjes en appjes die je de hele dag krijgt, eventjes op pauze zet en eventjes niet aan denkt. En dan naar die muziek luisteren, dan komt die net extra binnen. We zijn allebei wel ook wel bezig met mindfulness en zo, en ook muziek. Dus ik dacht, ja, dat past wel in ons straatje. Het idee om muziek en mindfulness te combineren is ontstaan na een bezoek aan een ander lichtconcert, zonder mindfulness. Wij zijn zelf een keer bij een soortgelijk concert geweest. En toen dachten wij dat we het... Ja, met een stukje mindfulness dat van tevoren zou zijn, dat je eigenlijk nog meer in een totale ontspanning zou komen om echt compleet open te staan voor het concert wat daarna komt. Vooral zeg maar doordat je eerst echt bewust wordt van je lichaam en het gronden en door te gaan liggen en komt de muziek veel meer binnen. En ik heb eigenlijk het hele concert met mijn ogen dicht geluisterd en het is een hele andere ervaring als zittend in een zaal waarbij je naar de muzikanten kijkt. Maar de locatie spreekt ook wel echt voor zich als je hier gaat liggen en we hebben de lichteffecten en de kaarsjes en de muziek en de mindfulness. Maar de locatie op zich is natuurlijk eigenlijk ook al een beleving wat het extra versterkt allemaal. En de combinatie van muziek en mindfulness blijkt een succes. Echt iedere keer als wij het organiseren, hebben we 2 edities op een dag en is het zo goed als uitverkocht steeds. En wat we wel steeds doen is ook iedere keer weer toch nog steeds bijstellen van wat we zien, wat we horen, wat we ervaren. En om het toch steeds meer nog steeds op de behoeften van het publiek eigenlijk af te stemmen. Ik dacht eerst een uur mindfulness. Ik denk, nou, dat is veel. Maar het is echt heel snel voorbij. En ook de muziek, je wil eigenlijk dat het langer duurt. Na de zomerse zaterdag van afgelopen weekend is de temperatuur toch nog wat aan de hoge kant gebleven. Ook vandaag werd het lokaal nog zo'n 22 graden. Toch is het daarmee nu wel gedaan en zal het kwik morgen wat lager uitvallen. We krijgen morgen sowieso een ander weerbeeld met veel buien en een stevige wind. Tussendoor kan de zon zich nog wel even laten zien, maar warmer dan een graad of 14 wordt het niet. De dagen erna wordt het langzaam weer droger. Woensdag blijft sowieso een droge dag te worden met veel zon en bij 15 graden hebben we normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het nieuwe weekend gaat het kwik langzaam weer omhoog, waarmee het op zaterdag rond de 20 graden uitkomt. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 8 april. Morgen zijn we weer en dan zijn we onder meer op bedrijventerrein De Schalm in Andelst. Het terrein wil verduurzamen en tekent hiervoor een Green Deal. Wat dit inhoudt, zie je morgen. Graag tot dan!